86 kilo, jongens. Een hele goede morgen en welkom bij weer een gloednieuwe dagvlog. Hier loop ik alweer buiten met Toon. Het gaat al een stukje beter met hem, maar wel na vannacht echt flink te hebben overgegeven. Dus volgens mij is het er nu allemaal uit. Dat is goed nieuws. Hij gaat nu ook naar zijn werk, maar voordat hij naar zijn werk gaat, gaan wij even de rekening betalen. De boete, de parkeerboete die we 2 weken terug hebben ontvangen. Als we het vandaag betalen, dan is het in plaats van 200. Dus dat moeten we maar even doen. Zo kut om je geld daar aan uit te geven. Ik heb een heerlijk broodje besteld met serrano ham en kaas en tomatensla. Oh, lekker zeg. Met een cortado. En nu even aan de slag. Daar ben ik weer. Ik heb lekker ontbeten bij La Bella Julieta. Een heerlijk broodje met ham en kaas. En daar heb ik echt dikke 1,5 uur zitten werken en mailen. En nu ben ik weer thuis. Tony is nog op zijn werk. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Echt jongens, het was zo drama. Ik weet niet, je ziet het ook aan me. Ik werd vanochtend wakker met een enorme pukkel hier. En ik heb echt zo een ballen. Ik heb geen oog dicht gedaan. Ik was alleen maar bezig met... alles schoonmaken en met die arme Toon een beetje verzorgen, arme schat. Het is dus waarschijnlijk wel voedselvergiftiging, want het kan gewoon geen toeval zijn. Het enige wat hij anders heeft gegeten dan ik de afgelopen dagen is een lasagne. En volgens mij was die lasagne niet meer goed. Het was ook vlak na die lasagne dat hij ineens niet goed werd, dus dat kan geen toeval zijn. Het was wel grappig trouwens, want hij heeft zich vanochtend dus gewogen en hij woog... 86 kilo, jongens. 86 kilo. Ja, dat zeggen jullie misschien niet. Maar Tony is een grote jongen en hij weegt altijd best wel veel. Toen met kerst, toen we in Nederland waren, toen woog hij 96 kilo. 96. Dus dan kan je even nagaan, hij is 10 kilo afgevallen. Niet nu door dit ene akkefietje, maar hij was sowieso de laatste tijd een paar kilo afgevallen. Ik trouwens ook, want... Tijdens de kerstdagen woog ik gewoon iets van 4 kilo meer dan ik nu weeg. We waren allebei lekker aan het eten. Maar je ziet het gewoon echt. Want hij had eerst best wel een buikje. En nu is hij gewoon echt een magere scharrelkip. Het is wel grappig. Want hij zegt altijd, als ik veel eet en ik een beetje een buikje heb. Ook al is het maar van het opgeblazen gevoel, zeg maar. Dan zegt hij altijd, oh je gaat steeds meer op Toon lijken. En vanochtend zei hij, oh nee, ik ga steeds meer op Lau lijken. Arme schat, echt veel joh, bij de 10 kilo. Niet normaal. Anyway, ik ga nu even mijn video van gisteren afmaken, hopelijk. Ik ga lekker eten en dan is het zo weer tijd om te lunchen. Het is nu 2:30. Dus dat. Ik heb me weer even omgekleed en ik vond dit jurkje in de kast. Die heb ik echt al super lang en ik weet niet of je het ziet, maar hij zit ook een beetje strak. Anyway, ik vind hem echt super cute. Ik laat hem zo even in de spiegel van de lift goed zien. Ik ga naar beneden. Ik ga even vanuit het kantoor werken. En ja, dat dus. Ik blijf op en neer gaan, jongens. Tadaa. Nou, cute toch? Even snel wat boodschapjes gedaan. Lekker weer allemaal vers fruit. Wat schoonmaakproducten. En een soort van Nutella. Of een soort van Duo Penotti, moet ik eigenlijk zeggen. En in Spanje existe la marca Duo Penotti. Duo Penotti. Es como, como esto, como una silla. Blanco y negro. Duo Penotti. De kleuren in een potje. Toch? Hoi, ik ga lekker wat eten bereiden. Ik denk dat ik hetzelfde eet als gisteren. En voor Tony wat fruit. Tadaa! Lekker een vegan maaltijdje voor mij vandaag. Voor Tony weer wat kipfilet. Ja jongens, het lijkt mij echt wel het laatste waar je trek in hebt als je last van je maag hebt. Maar zijn moeder zegt dat kipfilet het beste is om te eten, dus daar luistert hij dan ook klakkeloos naar. Ik had al zoiets van eet gewoon brood, droog brood of een crackertje, maar nee, kipfilet. Ja, te sientes un poquillo mejor? Sí, ¿no? ¿Has podido comer?
A ver si ahora no lo echas fuera. No. Fuera abajo o por arriba. ¿Echarlo? Voy a echar. Y te queda un poquillo botón. Es que no sé si eso es bueno. Ya vomité, ¿te acuerdas? Sí. Venga. Nou, ik neem als toetje nog een beetje meloen. Oh, lekker. En gaan we straks weer aan de slag naar kantoor. Guys, ik heb zojuist mijn eerste Spaanse video geplaatst. Of eigenlijk de kanaalintroductie. En ik ben zo excited. Ik vind het zo spannend, maar tegelijkertijd zo leuk. Ik weet dat ik elke dag video's upload. Maar ik moet toegeven dat ik het gewoon altijd weer een beetje spannend vind. Dus omdat je niet weet hoe mensen erop reageren. Op het internet zijn ook veel nare reacties. En omdat dit best wel iets is waar veel mensen een mening over kunnen hebben, vond ik het heel spannend. Maar de reacties die al binnenkomen zijn echt super positief. Dus ik zit hier echt met zo'n glimlach. En daar wil ik jullie gewoon even voor bedanken. Dus mocht je het gemist hebben, mijn Spaanse kanaal is nu open. Je vindt de link hieronder in de bio. Yay. Oh, van alle excitement zit ik dus weer aan mijn hoofd te krabben terwijl ik aan het werk ben. En kijk even wat... Oh, een hele grote pukkel. Oh, heeft iemand daar tips voor? Ik kan gewoon niet van mijn eigen gezicht afblijven. En dan heb ik altijd pukkels en dingen. Ik ben zo excited, jongens. Ik ben echt heel blij. Oké, ik ben weer thuis. Ik ben even de was aan het opvouwen en de nieuwe was aan het ophangen. Maar Tony zit dus gewoon mooi weer op het toilet. Echt. Ik begin me een beetje zorgen te maken. Maar het vervelend is, we kunnen ook niet 1, 2, 3 naar het ziekenhuis. We hebben hier geen huisarts, dus dan zouden we direct naar het ziekenhuis moeten. En voordat je daar bent, dan moeten we de auto pakken. Gedoe met parkeren, dan zijn we echt minimaal wel, denk ik, 5 à 6 uur onderweg. En met de buikpijn die hij heeft, is dat natuurlijk niet prettig. En ook helemaal niet als je geen wc in de buurt hebt. Dus ik denk dat we het vandaag nog aankijken en op het beste hopen. Ah, mijn schat heeft het echt goed te pakken. Wat naar, hè? Ik ben er echt van overtuigd dat het een voedselvergiftiging is. Ik heb alleen nog nooit een voedselvergiftiging gezien die zo lang... Nou ja, het is nu 2 dagen. Mijn moeder zei dat ik een keer een vriend had die 2 weken lang last had van een voedselvergiftiging. 2 weken lang. Ik heb zelf denk ik maar 1 keer in mijn leven voedselvergiftiging gehad. En toen was ik daar na een dag weer overheen. Hebben jullie het wel eens gehad zo erg? Echt verschrikkelijk. Ik heb de hele dag ook niks gegeten. Vanmiddag een klein beetje kip. En die banaan. En we gaan nu weer wat proberen wat rijst te maken. Of ik bedoel dat hij wat rijst eet. Zo. Het gaat lekker, jongens. Ik stoot mezelf net en kijk even wat er gebeurd is. Echt. Ik heb mijn avondeten bereid en het is weer hetzelfde als gisteren, maar dan zonder kipfilet, want ook dat hebben we niet meer in huis. Het huishouden staat echt op zijn kop nu ik hier alles zelf moet doen en ik alleen maar met Tony bezig ben. Dus ja, even lekker simpel. En ook weer 2 broodjes. Ik heb niet gerend vandaag, maar ik heb wel honger. En voor Toon dit zielige bakje rijst. Hallo lieve mensen, het is inmiddels alweer 1 uur 's nachts en ik ben nu mijn video aan het verwerken. Ik heb hem eindelijk af. Video 3 voor mijn Spaanse kanaal. Ik ben best wel moe en Tony vroeg mij ook al net wanneer ik naar bed zou gaan. Dus ik ga lekker mijn make-up eraf halen en richting bed. Ik hoop dat morgen Tony alweer beter is. Volgens mij gaat het ietsje beter, want hij is al een tijdje niet naar de wc geweest. En dan zullen we zien hoe de dag verloopt. Welke dag is het trouwens? Ik weet niet eens welke dag. Oh mijn god, het is al... Oh... Maar dat is erg, jongens. Over 2 dagen hebben wij een bruiloft. Ik hoop maar dat Tony snel beter wordt, want dit kan echt niet zo. 4 juni hebben wij geloof ik een bruiloft. Nee, het zal toch niet zaterdag zijn? Nee, het is 4 juni. Ton, ¿qué día tenemos la boda? ¿El sábado? Wauw. Zaterdag is de bruiloft al. Dat betekent dat ik morgen echt als een gek op zoek moet naar een tasje en schoenen. Ik ben helemaal niet voorbereid, jongens. Jeetje. Oké, good to know. Wel leuk voor jullie, want dat betekent dus dat er over 2 dagen, of nou ja, voor jullie over, ja, over 2 dagen als jullie deze video zien, een bruiloftsvlog aankomt. Mijn tweede Spaanse bruiloft. Jullie weten waarschijnlijk allemaal hoe mijn eerste was. En ook dat het er heel anders aan toe gaat dan in Nederland. Spannend. Dankjewel voor het kijken. Ik ga snel mijn bed in, want ik mag echt niet met deze pukkel en deze vallen op de bruiloft verschijnen. Dus ik ga snel uitrusten. Tot morgen!